Het programma voor de Vierdaagse feesten is vandaag bekendgemaakt. Grote en minder grote namen zijn aangekondigd voor het grootste gratis festival van Europa. Ook zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van vorig jaar om de feesten nog ietsje beter te maken. Over iets meer dan een maand stroomt Nijmegen weer vol met bezoekers voor de Vierdaagse en de Vierdaagse feesten. Vandaag is het programma bekendgemaakt en waar het meeste hetzelfde is gebleven, zijn er ook wat verschillen ten opzichte van de editie van vorig jaar. Zo op plein 44 bijvoorbeeld. Nou, dit jaar weer plein 44, terug van weg geweest. Vorig jaar was er in ieder geval niet de organisatie zoals we die gewend zijn. En dit jaar, komend jaar wel weer, met een overkapping. Dus dan sta je tijdens de feest in ieder geval droog. Aan die kant komt het hoofdpodium, zoals eigenlijk altijd al was. Maar dit jaar als toevoeging komt hiernaast nog een kleiner bijpodium, waar wat kleinere programmering neergezet kan worden. Weer een podium op het plein dus. Daar zullen verschillende tribute bands staan, zoals ABBA Gold Europe, de Soulful Sessions en de Top 2000 van Nijmegen. Op de Waalkade zijn ook veranderingen doorgevoerd bij Smaakmarkt. Aan deze kant heeft Smaakmarkt altijd de podia staan en de bekende eettentjes. Aan deze kant blijven nog steeds alle picknicktafels en eettentjes. Daar blijft nog steeds het podium. Maar in deze bocht komt straks ook iets en niet alleen maar een looproute. Dus eigenlijk gaan ze deze hele straat nu benutten. Met eettentjes, dus waar Smaakmarkt zo bekend staat, lekkere zitplekjes en een klein podium waar bandjes en andere akoestische kleinere kunsten op kunnen optreden. Naast het podium bij Smaakmarkt staat er nog een ander groot podium op de Waalkade. Matrix Live aan de Kade pakt uit met Frans Bauer, Roxy Dekker, Venga Boys, Marco Schuimaker en de Snollebollekes. Aan de overkant van de kade heb je Stadseiland Stek, waar komend jaar ook een andere programmering is. Nou, bij Stadseiland Stek, dat komende zomer aan de overkant geprogrammeerd wordt, krijgt een aantal veranderingen. Zo komt er aan de rechterkant, met de rug naar de huizen toe, komt er een stage bij. Dus het poppodium door Roosje gaat daar eigenlijk de hele programmering doen. Dus daar zal veel meer pop op geprogrammeerd gaan worden en bekende artiesten met nieuwe muziek komen. Op het Stadseiland staan ook een aantal grote namen zoals Wies en Prinses en de Geit. Het zal ook een stuk makkelijker bereikbaar zijn door middel van een pontje dat zal varen tussen de kaai en het eiland. In het Kronenburgerpark zijn ook wijzigingen doorgevoerd, waardoor er meer ruimte is voor publiek en minder geluidsoverlast voor omwonenden.